Hallo, ik ben Floris. Dit is Danny. Even een heel luchtig filmpje. Wij zijn niet zo van het vloggen, maar we zijn hier momenteel in Portugal. We hebben een hele mooie reis gehad door het zuiden van Europa. En hoor je de belletjes van de schapen? Ah, daar is Bram. We hebben een hele mooie reis gehad in deze camper. En we hebben besloten om met ons gezin hier te blijven wonen in Portugal. Vandaar dat we dit filmpje maken om onze camper te verkopen. Je kan hem wel op marktplaats zetten, maar een filmpje is toch altijd... Wat is er nu gedoe? Niks. Je kan wel een marktplaats advertentie maken, maar een filmpje is toch altijd leuker. Kan je de binnenkant zien. En je krijgt een beetje het gevoel van... Als je er meer op reis bent, want dat zijn we nu. Misschien herkennen jullie de camper wel. Hij is op tv geweest bij het laatste seizoen van Ik Vertrek. Daarin heeft Steven deze camper naar Oost-Spanje gereden, naar Jubber. Daar heeft hij heel snel zijn plekje gevonden met zijn gezin. Daar doen ze het heel goed, met een bed and breakfast nu. We zijn nog even bij hun op bezoek geweest, was ook heel gezellig. Vervolgens zijn wij naar Portugal gereden. Waar wij nu willen blijven. Hier hebben we besloten om een stukje grond te kopen. Daar zijn we ook al mee bezig. We houden alle twee heel erg van natuur. Dus wij gaan natuurlijk bouwen. Daarin, voor ons gevoel, vinden we het niet mooi om tegen een camper aan te kijken. Dus we gaan afscheid nemen van de camper. Hij mag een volgend gezin een mooie rit bezorgen door Europa. En zoals laatst iemand tegen mij zei, wil je immigreren, dan succes verzekerd. Ja. Is al de tweede familie waar hij het goed mee doet. Ik zal jullie eventjes de binnenkant laten zien. En wat technische dingetjes vertellen over de camper. En dan zien jullie hem vanzelf verschijnen op Marktplaats. Daarna rijden wij terug naar Nederland. Waar we een autootje ophalen. En nog wat laatste spulletjes meenemen om hier naar Portugal te komen. Kom maar mee, laat ik jullie zien. Welkom binnen! Hallo, kom maar naar binnen. Kijk, kunnen jullie mij ook even zien? Hallo! Ik zal even jullie eerst een rondje maken door de camper. Dit is de keuken. Het is eigenlijk een appartement op wielen. Alles wat je ook in huis aan de gemakken hebt, zit hier gewoon in. Kookplaat met drie pitten. Oventje. Doet heel goed met broodjes, pizza, alles. Hieronder. Opslag voor de servies. Prullenbakje hebben we hierin. De koelkast is best een ruime koelkast van camper. Au. Met een vriesvak. Nog wat opslag en kastjes, maar we hebben, de camper een klein beetje aangepast. Omdat we houden wel van ruimte om ons heen en niet zo'n volgebouwde camper. We vielen het op zich wel mee hoe volgebouwd die was, maar we houden niet zoveel kasten. Dus we hebben, ik heb een paar kasten eruit gehaald en we hebben potjes tegen het plafond aangeschroefd. En hier zitten dan onze kruiden in en onze pasta, rijst, spulletjes. Het zit goed vast tijdens het rijden, gaat er niet los. Hier was ook een grotere kast. Die hebben we weggehaald om een kapstok te maken. En hier is onze waterfilter. Met een kastje wat we vonden.
Hier was ook een kast, er is nu een boekenkast van gemaakt. We lezen graag, dus die moest ook een plekje krijgen. Twee persoons bed. Van 1,60 breed. Met twee banken om te zitten. En aan de onderkant zitten de kleren. Die zitten ook achter dat kussen en achter dat kussen. Die kan je naar voren klappen. Is vrij makkelijk te doen. Deze kant is van mij. Ik ben niet zo lenig meer om onder een tafel in te kruipen. Dus hier zijn de kleren van mij. Hetzelfde is aan de andere kant voor deze jaar kleren. Onder de bank is ook een hele grote ruime opslag. Dezelfde diepte qua opslag zit ook nog onder de kledingkast. Eigenlijk zitten daar alle spullen die we bijna nooit gebruiken. Dus waarom nemen ze dat mee? Maar goed. Hier is de tv. Daarachter zit de omvormer. Maar daar vertel ik straks wel wat over. De ramen zijn allemaal dubbel glas. Van een huis. Heel fijn voor isolatie tegen de warmte en ook tegen de kou. Achter die deur is de douche. Ik zal even kloppen, misschien zit er iemand. Hallo! Hallo! Ja. Dit is de douche. Kijk! Hier is het toilet. En daar is water, komt water uit. Wacht, laat nog eens een keertje zien. Daar is de douche. Kijk! Dat is een toilet. En hoe je doorspoelt, dus door... Zo Bram! Had jij wat chocopasta gemorst in de toilet? Ja. Oké, laat eens zien hoe goed je het hebt schoongemaakt. Oh, wauw. En hier is de wc-hendel. Kijk, voordat je dat niet weet. Want hij zit niet hier. Hè? Nee, moet je kijken. Ah. En als je zachtjes doet, gaat er water. En dan zit er water in en dan kan je wc poetsen en dan doe je doorspoelen en dan gaat het weg. Wat slim! En hier kan je douchen en daar zit het licht. Dan moet de batterijen in, die moet niet opladen. En hier is de wc en met die ketting hangt die hier. Aha. Dan kan je zo pakken. Ik ben zelf 1,85 meter en ik kan makkelijk met mijn schoenen aan hier nog onder staan. Dus ruimte genoeg om je lekker te douchen en de kinderen te wassen. Hier is nog een zithoek. De bestuurdersstoel en de bijrijdersstoel, die kun je draaien. En dan heb je nog een tweede zitje. Wat heel fijn is als je even van elkaar afstand wil. Dan kunnen de kinderen hier lekker zitten om te kleuren of te knutselen. En daarachter kunnen wij zitten. En hier kan ik dan zitten. Dit is mijn plekje met rijden. En hier achter zitten, zitten riemen, als je dat niet vergeet. Nog niet aanzetten. Laten we jullie de slaapkamer van de kinderen zien. Als de kinderen zijn, kijk, dan hebben we iets heel cools voor de kinderen. Hier ligt hier regenbooglicht. En we hebben ook nog allemaal andere kleurtjes. En dit is aan en uit. Als jullie dat niet doen, maar jullie mogen wel er vanaf halen als jullie hem kopen. Als jullie hem niet leuk vinden. Nou, laat eens de raampjes zien, jongens. En hier
We hebben twee ramen erin laten maken. Wacht even vast. Voor de luchten. Voor te luchten. Precies, voor de kamer te luchten. En als hij niet gaat schimmelen. Zo, daar zijn de raampjes. Die kun je ook verduisteren. En daar zit nog een vliegenhorretje voor. Onder het bed heb ik een lattenbodem gemaakt met anti-condensmat. Dit is een klein stukje open voor de luchtcirculatie. Die komt aan de andere kant, komt die eruit. Waardoor je de matrassen niet hoeft weg te halen om te luchten. Dit gaat allemaal automatisch. Via de raampjes komt de lucht. Er ontstaat een vacuüm onder het bed. En hier komt de lucht weer eruit. Zo, ik zal jullie een paar technische dingetjes vertellen over de camper. Het is echt een off-grid camper. Je kunt dus heel lang staan zonder dat je ergens moet bijvullen of elektriciteit nodig hebt. Wij kunnen ongeveer 2 weken, als we ons best doen, zelfs al 3 weken ergens staan. Zonder dat we terug hoeven naar een servicepunt. De stroomvoorziening van deze camper is 3000 watt omvormer met 5500 watt piekvermogen. Hier kun je dus eigenlijk alles op aansluiten wat je ook in het huis gebruikt. Meer dan genoeg zelfs. Er zit een 200 liter vers watertank onder. Met een filtersysteem. Met kleine deeltjesfilter en koolstoffilter. Dat gaat naar de pomp en de kraan en de douche is daarop aangesloten. Er zit een 120 liter zwartwatertank onder voor de toilet. Er zit een 80 liter grijswatertank onder voor de douche en voor de wasbak. Dit is allemaal best makkelijk te legen bij een servicepunt. De elektriciteit. Er zitten 2000 watt aan zonnepanelen op. Dat is heel veel. Er zitten 6 panelen op van een huis. Die kunnen op een zonnige dag maximaal 8, 9 kilowatt opbrengen. Dat is dus wat een normaal gezin in Nederland 2 dagen verbruikt in een normaal huis. Deze stroom die gaat naar 2 accu's van samen 500 ampère, wat ook meer dan genoeg is. Wij hebben ook geen stroomkabel bij ons om de camper op te laden, want we genereren zoveel stroom dat we zelfs andere campers kunnen opladen. Hier zijn we bij de tweede zithoek. Hier gaan de kinderen altijd zitten om te kleuren, knutselen. Of om eventjes gescheiden te zitten van ons. Dat is ook wel prettig. Deze tafel die kun je weghalen. Je klikt 1 pinnetje omhoog. En de tafel trek je zo eruit. Deze 2 stoelen van de kinderen, die hebben alle 2 een gordel. Die zijn alle 2 makkelijk met het systeem uit te klikken. Waardoor hier een plek is voor als het regent, dan kunnen de kinderen op de vloer met een matje wat spelen. Dan blijft het rustig in de camper. Nou, kom maar mee naar buiten. Hier zijn we bij de buitenkant. Dit is de schuifdeur. Makkelijk om eventjes uit de auto te springen. Als ik aan het manoeuvreren ben, dan gaat Daisy uit de auto om mij te helpen. Met de blokken assisteren om achteruit te rijden. Hier zit een hele mooie luifel op. Die zonder pootjes blijft staan. Zelfs met wind houdt hij het nog goed vol.
allemaal dubbel glas. En allemaal op kiep. Dit is de garage. Best een ruime garage. Er zit ook elektriciteit in. Momenteel maken de buren even gebruik van de elektriciteit. Dit is een deur met gasveer. Makkelijk te bedienen met een fietsendrager. Er kunnen 3 fietsen op mee. En wij hebben nog een fiets aan de binnenkant. Hierachter zit nog een achteruitrijcamera met night vision. Wat heel prettig is als je in de avond nog op een camping aankomt. Dit is de andere kant van de camper. Boven kunnen jullie zien dat de zonnepanelen over het hele dak liggen verspreid. Hierboven is de kinderkamer. Nou, dit was onze camper. Ik hoop dat jullie een goede indruk hebben gekregen van wat het is. Als jullie nog vragen hebben, laat maar gerust weten. Doei!